Goedemiddag iedereen. Ik hoop dat iedereen mij goed en duidelijk kan horen. Welkom bij de webinar voor Tekla Structures voor de aannemerij. Mijn naam is Peter Janssens. Mijn collega is de moderator, is John Raubos. Vandaag gaan we dus meer in voor Tekla Structures voor de aannemerij. Hoe kunnen we als aannemer Tekla Structures echt goed gaan gebruiken? De webinar zelf maakt deel uit van een reeks van webinars die wij als ConfuSoft, zeker nu tijdens volle coronatijd, graag willen organiseren om toch wat dichter bij onze klanten ook te komen. Vandaag is het Tekla Structures voor de aannemerij, dat is de zesde in de reeks. Er zijn er dus nog drie, waarvan zeker morgen ook heel interessant is voor de afbouw. Volgende week geef ik zelf ook die van Bruggen en Tunnels en daar aansluitend doen we ook iemand eentje voor studenten en nieuwe medewerkers. Even kort, eerst begin ik met de introductie, daar ben ik dus nu volop mee bezig. Daarna het Teams live event, hoe we vandaar dat in Teams zitten, hoe dat jullie vragen kunnen stellen eventueel tijdens de webinar. Dan toon ik kort de nieuwigheden en hoe we Tekla Structures kunnen gebruiken als aannemer. We ronden dan af en op het einde kunnen we de vragen die jullie eventueel gehad hebben, zullen we die dan nog behandelen. Goed, het Teams Live Event, hoe werkt het? Normaal zien jullie ongeveer het scherm dat hierop trekt. Vraag stellen rechts onderaan, kunnen jullie gerust beginnen typen gewoon. De vraag stellen en mijn collega John zal de chat en de vragen groeperen en beheren. En achteraf, op het einde van de webinar, zullen we die vragen dus behandelen. Goed, het is een webinar, jullie zien mij niet uiteraard. Vandaar dat ik even kort aanduid wie ik ben. Ik heb een fotootje proberen zoeken waar ik toch nog iets van goed op stond. Ik ben Peter Janssen dus. Ik ben in 2013 afgestudeerd als burgerlijk ingenieur aan de Universiteit Gent, hier in België. De mensen uit Nederland hebben het waarschijnlijk al gemerkt dat mijn accent zeker geen Nederlands accent is. Ik heb 2,5 jaar als stabiliteitsingenieur gewerkt in een iets kleiner studiebureau waar ik vooral de woningen heb berekend en de gebouwen heb berekend. Daarna heb ik de stap gezet om naar een groter bedrijf te gaan, Jan de Nul. Mensen in België kennen het waarschijnlijk wel. Voor degenen die het niet kennen, is binnen België een heel grote aannemer. En op wereldniveau is dat een vrij grote speler in de bagger- en de offshore renewables-industrie. Daar ben ik design engineer geweest en ook het BIM-management heb ik daarop meegenomen. Dus de start en de ontwikkeling van hoe BIM daar zijn start heeft gevonden, dat heb ik 5 jaar gedaan. Nu sinds kort, sinds februari 2020, ben ik dus bij ConfuSoft mogen starten als sales engineer hier in België. Wat haalt er juist in sales engineer? Ja, de technische ondersteuningen, zowel van eventueel collega's die binnen de verkoop zitten, als klanten gaan technisch ondersteunen, word ik zeker voor ingezet. Maar ook verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen. Gezien mijn achtergrond als ingenieur en bij een aannemer gewerkt te hebben, heb ik wel een bepaalde visie en weet ik soms wel waar bepaalde pijnpunten kunnen liggen binnen een BIM-pakket of wat de noden zijn. Vandaar stuur ik dat ook een beetje aan. En de support, er zullen waarschijnlijk wel een aantal mensen zijn als er een vraag komt bij support die misschien van mij al een antwoord gekregen hebben. Dus probeer ik ook een beetje bij te springen waar mogelijk uiteraard. Goed, vandaag heb ik het proberen op te delen in 4 grote blokken. De workflow voor aannemers. Ik start met IFC importeren. Dikwijls als aannemers krijgen we gewoon modellen binnen van verschillende kanten. Als aannemers zitten we een beetje gesandwiched tussen modellen die we binnenkrijgen van het ontwerpteam, van de studiebureaus, van architecten en anderzijds soms van andere aannemers, onderaannemers. Dus we krijgen langs alle kanten modellen binnen. We moeten daarmee om kunnen. IFC is de algemene taal binnen BIM, waarin dat er gecommuniceerd wordt tussen de verschillende pakketten. Dus daar ga ik even op in, ook het Trimble Connect gebeuren, ons cloudplatform. Stapje 2 is het opdelen in bouwfases, de fase manager. We moeten uiteraard het gebouw kunnen splitsen. Derde en het vierde gaan iets meer in over beton, omdat er een aantal nieuwe ontwikkelingen in zijn die ik graag eens had toegelicht. Stortfases en wapening, hoe gaan we daarmee om? En als laatste ons nieuwe pronkpaardje binnen Tekla, zal ik maar zeggen, de bekistingstools, wat toch wel iets heel speciaals is. Nu rechtsbovenaan staat er wat tussen aanhalingstekens, een soort ja, quote. Bij Tekla willen we een bouwbaar model maken en we nemen echt wel in de reinste zin van het woord. Probeer die zin vandaag een beetje in jullie achterhoofd te houden, want dat is echt wel de focus van Tekla en alles wat ik probeer uit te leggen vandaag, ook een heel stuk dat ik niet kan uitleggen, is echt wel gefocust op een model maken dat we in eerste instantie kunnen uitvoeren. Niet zomaar een model dat we kunnen doorgeven aan iemand anders en iemand anders lost het dan wel op, niet echt een uitvoerbaar model.
Dus stap 1 is het importeren van de IFC. Het is misschien een vrij klein scherm, misschien niet 100% duidelijk op mensen die momenteel op een klein scherm meekijken. Zijn de teksten misschien iets te kleiner? Het gaat hem op zich niet echt over de knoppen en de teksten. Bekijk vooral wat er gebeurt op het scherm en zie vooral de mogelijkheden. En dat wil ik vandaag vooral aantonen. Dus IFC importeren, we kunnen een bestand, een IFC-bestand dat we binnenkrijgen, kunnen we binnenlezen. We kunnen dat via als referentiemodel, noemt dat dan, inlezen met een bepaalde schaal, een offset, een bepaald nulpunt. Dat is ook belangrijk binnen de BIM-beeld, wat is ons nulpunt. In dit geval is dat bijvoorbeeld een stalen hal die ik nu heb ingeladen. Bekijk dit globaler, dus zou ook een architecturaal model kunnen zijn dat we als soort XREF in AutoCAD als een soort underlay onder ons model gaan schuiven. En hier kunnen we gewoon mee gaan beginnen modelleren in Tekla. Hier heel eenvoudig een betonnen plaat die we een soort offset geven vanaf de bovenkant, zodat we nog een speling hebben tussen onze voetplaat en onze betonnen plaat. Dus maar een heel eenvoudig voorbeeld gewoon. We kunnen verder modelleren en verder tekenen in zo'n IFC-model. Je kent daar dan ook de snappunten op. Nu bekijk dit vooral als de theorie van, kijk, het zou een architecturaal model kunnen zijn, bijvoorbeeld. Tuurlijk, als we zo'n model zouden krijgen van de stabiliteitsingenieur of het studiebureau, of dan zou dat wel handig zijn als we natuurlijk met zo'n model aan de slag kunnen gaan. We hebben hier alle stalen profielen al. Het zou absoluut niet handig zijn als we dat allemaal zouden moeten gaan overtekenen. Vandaar zit er in Tekla ook de mogelijkheid om de IFC-objecten te converteren. En Tekla doet de vertaalslag van wat een IFC een balk noemt naar wat voor Tekla een balk is. En dat is eigenlijk nu aan het doen met een vrij eenvoudige druk op de knop. Halen we die IFC binnen en converteren we die naar native, zoals dat dan noemt. Tekla objecten. En hieronder zien we dan de lijst van alle objecten die hij heeft overlopen. We kunnen dan die IFC tenslotte afzetten. En nu zien we echt dat dat losse objecten zijn. Dus niet meer één groot model dat ik aanklik, maar echt een native stalen ligger objecten. Met het juiste profiel, de juiste klasse. Ook die beplating achteraan heeft hij herkend. En daar het juiste profiel aan toegekend. Nu kunnen we er ook mee aan de slag. Is dan die ligger hier in het midden. Ja, het studiebureau tekent die wel, maar die is veel te lang om te transporteren. Nee, die is langer dan 12, 14 meter. Dus we krijgen die niet meer op een camion gelegd. Dus we moeten die splitsen. Op zich kunnen we daar nu echt wel mee aan de slag. We splitsen hem in twee. We voegen daar een van onze componenten op toe. De koppelplaat in dit geval. Klik, klik. En we steken daar een koppelplaat. Misschien moet er in dit geval, omdat het moment daar maximaal is, misschien een iets zwaardere verbinding zijn, maar op zich kunnen we dat allemaal kiezen. Belangrijk om op te merken is hier gewoon, we kunnen verder meewerken met de modellen. We zien hier ook van voor bijvoorbeeld, ja, dat is een liggetje, dat snijdt wat met die uitstekende liggetjes. We zien dat hier iets vreemd aan de hand is. Dus als we de IFC openen, dan zien we bijvoorbeeld hier zo'n getoogde ligger, noemt dat dan, een gekromde ligger, die is in dit geval recht getrokken. Dus IFC moeten we zien, dat mag niemand vergeten, IFC is een soort vertaling van pakket A naar pakket B. Net zoals dat wij in Google Translate een zin van het Nederlands naar het Frans, naar het Engels en terug naar het Nederlands zouden vertalen, is de kans ook groot dat er soms iets anders staat. We moeten altijd waakzaam blijven bij IFC. Dikwijls de export, als die op een bepaalde manier gedaan is, zal de import ook natuurlijk er geen rekening mee kunnen houden. Ze moeten er altijd waakzaam voor blijven en altijd blijven controleren, zeker en vast op deze manier. Voilà. Goed. Nu, we hebben nu een modelletje echt geïmporteerd als een bestand. Dat wil zeggen een bestand doormailen via WeTransfer of et cetera. Ja, we leven vandaag in 2020. We merken dat we meer en meer naar die cloud gaan. Trimble Connect is een van de bekendste pakketten daarvoor om echt in de cloud te gaan samenwerken met modellen. Niet alleen met modellen, maar ook allerlei bestanden. Meer en meer bedrijven en softwarepakketten maken gebruik van Trimble Connect. Nu zien we als we ons Trimble Connect project openen, dat we ook diezelfde IFC, ik heb die op de achtergrond even opgeladen in de cloud. En nu kunnen we ons model ermee connecteren en zien we ook dat we diezelfde modellen die we in de cloud staan hebben, dus die in dit geval van andere partijen ook zouden kunnen komen als we samenwerken, terugvinden op Trimble Connect. En ik weet niet of het duidelijk leesbaar is, bovenaan staan twee tabbladen. Het overlay-model, dat is echt in de zuivere zin van het woord, een model dat we echt op gaan plaatsen. Dat zit niet echt fysiek in Tekla ingebakken. Maar dat kunnen we wel heel gemakkelijk op ons model gaan plakken. Dit zou handig kunnen zijn om te zien, sluit alles mooi aan. Als we dan meer naar hetgeen willen wat ik daarnet getoond heb, echte referentiemodellen, die ja fysiek dan meer in Tekla zitten, dan kunnen we het ook gaan inladen als een referentiemodel.
Natuurlijk, hierbij moeten we het wel echt gaan downloaden in ons model. En ook hier weer zien we bijvoorbeeld dat hij ook de versiebeheer van het model, we zien bijvoorbeeld dat ik een uurtje later hetzelfde model heb geüpload. Hij weet dan, oké, ik moet dat een nieuwe versie geven. We kunnen hier dan ook de versie zien en een beetje de historiek van wat er gebeurd is. Of wat er geüpload is. En zo kunnen we dan ook die nieuwe modellen of de versies gaan vergelijken of importeren in Tekla. En ook hier weer uiteraard, omdat het nu in Tekla als referentiemodel zit, kunnen we ook weer de IFC-conversie erop loslaten. En zijn we terug vertrokken voor het hele verhaal. Goed, dat was hoofdstukje 1 al, de IFC-manager. Stapje 2 is de fase-manager. We hebben nu wel zo een hal in Tekla zitten. Nu natuurlijk zo één hal, ja, we gaan dat nooit in één keer produceren. Misschien dit is niet zo'n grote hal, dat zal misschien nog op een paar camions passen. Ga ik misschien nog in op een korte termijn geproduceerd. Nu stel je voor, dit is een hele, hele grote hal. We moeten dat kunnen opdelen in een aantal bouwfasen. Dat kan zijn, in dit geval heb ik bijvoorbeeld in fase 1 voor de malplaten of de ankers helemaal onderaan in het beton zitten. Nu dat kan van alles zijn, we kunnen dat indelen zoals dat we richten. Zoals dat we willen, we zouden dat ook kunnen inrichten op bepaalde lengtes. Van as zoveel tot as zoveel is één fase, van as zoveel of as zoveel is een andere fase. In dit geval kies ik ervoor om de malplaten, kolommen, liggers, windverbanden, etc. allemaal een aparte fase te geven. Aan de hand van selectiefilters, heet dat dan in Tekla, kunnen we vrij eenvoudig, als dat is eigenlijk met één regeltje in te stellen, kunnen we dan alle malplaten selecteren, fase toekennen. En zo kunnen we dat doen voor alle andere types objecten ook. De kolommen, de liggers, de windverbanden, de luifel, etc. Maar ik hoop dat ik hier ook merken selecteren. De filters noemen ook merk. Dat is in Tekla echt ook met alle aangelaste onderdelen aan. Dus het is geen probleem omdat we niet zeker zijn dat we zeker al die aangelaste platen en schotten, die hebben we automatisch allemaal mee, omdat we echt op merkniveau kunnen selecteren in Tekla. Die panelen van achter bijvoorbeeld krijgen een aparte fase. In ieder geval voor dat luifeltje, ja, dat bestaat ook uit kolommen en liggertjes, is iets moeilijker te selecteren. Maar op zich kunnen we hier nu via een eenvoudige selectie toe ook die luifel selecteren. Maar dan uiteraard de kolommen en die ankerplaten aan de voeten bijvoorbeeld eruit filteren. Zodat we de juiste elementen altijd geselecteerd hebben. Voilà. Goed, nu alle fasen zitten erin, maar hoe zie ik dat nu? Hoe zie ik nu dat die fasen daarin zitten? Kan ik daar eens visueel voorstellen? Nou, we kunnen bijvoorbeeld die van een standaard visuele filters, is kleur volgens fase in Tekla. En dat geeft Tekla zelf op basis van de fase die hij kent, geeft al een kleurtje van, kijk, dit is ongeveer hetzelfde. Nu, het is wel lastig, want we zien hier moeilijk, ja, wat hoort nu bij wat? Maar we krijgen al een heel goed onderdeel van die luifel, zitten alle onderdelen daarin. We kunnen ook de weergavefilter openen en die is veel meer gedetailleerd. Nu zien we echt bijvoorbeeld in fase 1 heb ik een fout gemaakt. Die drukkers bovenaan, die zitten in de verkeerde fase. Dus hier hebben we ook een controle tool om onze fase te gaan controleren en te gaan opdelen. Voilà, en nu zou normaal gezien die fase 1 wel goed moeten staan. Voilà, nu zitten echt zuiver alle ankerplaten erin. En op basis van die fasen kunnen we ook weer aan de slag naar productietekeningen, uitvoeren, stuklijsten, hoeveelheden op basis van de fases uiteraard. Dus een heel krachtige, maar ook heel belangrijke tool binnen Tekla is zeker nog als de fasemanager. Goed. Puntje 3 dat ik had, herinner je het in een van de eerste slides, de vier puntjes dat ik ging overlopen, is de stortfases. Nu gaan we iets meer naar het betonnen onderdeel. Stortfases in Tekla, we hebben nu al onderdeeld in fases, maar in fases, we zouden bij wijze van spreken in beton. Stel dat dit het betonnen gebouwtje is, ik heb snel iets getekend met een hele rare vorm. Natuurlijk, beton kunnen we wel in fases gaan opdelen. Bijvoorbeeld in de vloerplaat zouden we kunnen gaan zeggen dat is fase 0. Maar een vloerplaat van deze lengte zal misschien wel nog in één keer te storten zijn, maar wanden, moten van 12, 14 meter maximum dan voor de krimpscheuren. Platen ook eigenlijk hetzelfde, zien dat we voldoende beton op één dag kunnen hebben. Dus we moeten dat kunnen opdelen in niet alleen fasen, maar ook in stortfasen in beton. Nu, we zouden kunnen gaan beginnen knippen, echt alle onderdelen apart gaan modelleren. Nu, ja, dan, als we dan in een verhaal zitten waarbij we modellen uitwisselen met een architect, krijgt hij heel veel plaatjes terug. Die mensen hebben daar geen boodschap aan. Dus vandaar dat er in Tekla de mogelijkheid zit om te werken met stortfases. En die stortfases delen je object op zonder effectief het model, het object zelf te gaan onderdelen in subobjecten. Stap 1 is onze stort te definiëren. En ik heb het nu heel speciaal een
model gemaakt met allemaal verschillende betonkwaliteiten. We gaan dat zeker en vast zo niet binnenkrijgen, hopelijk. Dit filmpje is vooral om te tonen van, kijk, hoe werkt zo'n stort? Hoe redeneert Tekla? Wat is voor Tekla een stort? Dus het is een vrij raar model met wat openingen en gaten in. We zien daar een donkergrijze en een lichtgrijze kleur. Dat is vooral prefab en in situ gestort, in het werk gestort beton. Bijvoorbeeld hier die wand, ja, 16,5 meter, dat is te lang. Dat kunnen we niet in één keer storten. Dat zullen we moeten kunnen gaan opdelen op een bepaalde manier. Nu, stap 1 is echt onze grove stortfasen gaan definiëren. Dat venstertje bovenaan, ik heb het nu net aangeklikt, het is een vrij klein venstertje, maar een heel belangrijk venster, knopje bedoel ik. Als we daarop klikken, zien we dat ons model zo'n soort rozige kleur krijgt. En vanaf nu weten we zitten in ons stortvenster. En nu is voor Tekla ook alles van objecten, hij kent dat wel nog achterliggend, maar nu bekijkt hij alles meer in het kader van storten. Echt niet meer op objectniveau. Nu was er van belang voor een stort, enerzijds de kwaliteit van het materiaal. In dit geval is dat voor iemand C3037. Anderzijds moet het als tweede criterium ook in situ staan. En als derde criterium moeten de elementen dezelfde stortfase hebben. Als die drie voorwaarden voldaan zijn voor Tekla, dan weet hij, ik moet dat als één stortobject behandelen. In dit geval die balken en die kolommen staan bijvoorbeeld als prefab. Die moet ik in situ zetten. Het is vooral een voorbeeld om aan te duiden hoe dat storten werken. Nee, het is zeker niet de bedoeling van een model te beginnen veranderen op deze manier. Zeker de betonkwaliteit en hakgebied ook veranderen. Dat is zeker niet de bedoeling om dat in een model te gaan doen. Zomaar. Het is meer voor de filosofie van de storten. Dus op die manier kunnen we eigenlijk de balken en de wanden ook bijvoorbeeld van stortkwaliteit veranderen. En dan zien we zelfs dat hij dat dus mooi kan opdelen in verschillende storten. Goed, nu stap 2, als we dat echt die storten hebben opgedeeld in grote groepen, dan moeten we die stort zelf uiteraard, waar in dit geval bijvoorbeeld één grote plaat of één grote wand is, nog kunnen gaan opknippen. En daarvoor kennen we in Tekla de stortnaden. Dus als we in ons stortvenster gaan en we gaan dan, als ik voor de eenvoud even de plaat alleen selecteer, dan zien we dat we daar een stortnaad in kunnen doen met bijvoorbeeld één punt. Dan gaat dezelfde doorsnede aftasten van hoe ver loopt die plaat. Of als we daar willen met iets moeilijkere vorm, kunnen we ook zeggen, kijk, we gaan zelf een polygoon definiëren. Dit is in dit geval gewoon een eenvoudige polygoon. Om de plaat te gaan opknippen in verschillende delen. En vanaf nu zijn dat drie verschillende stortobjecten geworden, die plaat. We kunnen dan ook echt gaan isoleren en alleen maar op die stort gaan werken. Dus niet alleen in de platen, ook in de wanden kunnen we dat gaan doen. Dus in de horizontale zin, maar moest het nodig zijn, ook verticaal bij bijvoorbeeld hoge wanden, gaan we dan niet in één keer storten tot boven natuurlijk. Dus op die manier krijgen we de storten in ons model. Ook die platen, dat is een iets grilligere vorm, maar daar heeft hij eigenlijk ook geen problemen mee. Let vooral op de doorsnede die je zelf aftast. Dus dit zijn schuine wanden, maar hij neemt ook die onderhangende balk in het midden neemt hij ook mee, omdat hij die herkent als stort. Je herinnert wat ik zei, Tekla kent vanaf nu geen objecten meer. Hij kent uiteraard wel nog, maar hij kijkt nu naar storten, niet meer naar objectniveau. Omdat we dat allemaal in één keer bijvoorbeeld gaan of zullen kunnen storten, bijvoorbeeld. Zo, nu heb ik het een beetje opgesplitst. Nu, de volgende vraag zou kunnen zijn, ja, allemaal goed en wel, Peter, maar we hebben dat niet opgesplitst, de storten. Hè. Neem aan dat dat heel grote velden zijn, maar ik moet weten hoeveel dat ik beton dat ik moet bestellen voor stort zoveel. Hè. We kunnen die storten ook allemaal nummertjes geven, een soort uitvoeringsvolgorde. We zouden dat kunnen automatiseren ook. Hier toon ik het nu even manueel. Een vraag zou kunnen zijn, kijk, ik wil dat storten, maar ik moet weten, ja, dag 1 moet ik zoveel kubiek beton bestellen, van die kwaliteit, zoveel van die kwaliteit, de volgende dag erop, zoveel. Uiteraard moeten we dat er ergens uitkrijgen, en dat is in Tekla uiteraard heel eenvoudig. Een van de basisfunctionaliteiten van Tekla is ook hoeveelheden op vraag. Mensen die Tekla kennen weten dat we lijsten hebben. Lijsten en rapporten, dat zijn eigenlijk voorgedefinieerde lijsten of lijsten die we zelf kunnen gaan maken met hoeveelheden in buigstaten bijvoorbeeld kunnen we daar ook uit maken. Nu, een iets ingewikkeldere is het zeker niet, maar een iets sterkere tool die wat meer kan, is de organisator binnen Tekla. En de organisator is een soort, voor mensen die Excel kennen, de draaitabellen van Excel laten we hier los op ons model. Een soort, we gaan hier ons model gaan filteren en opvragen wat we echt willen. Bijvoorbeeld in dit geval vraag ik de storten op. Als ik ze nu allemaal selecteer, zie ik hier mooi opgeleid stortnummer. Welk materiaal is dat? Is dat een plaat, een wand of een kolom? En hoeveel kubiek heb ik daarvoor nodig?
Uiteraard is dit geen reëel voorbeeld, maar we zouden dat kunnen gaan doen voor een heel gebouw. Dan zouden we heel snel onze lijsten, die we dan vervolgens ook kunnen gaan exporteren naar Excel, volgens totalen, et cetera. Zouden we dat kunnen gaan groeperen bijvoorbeeld op betonkwaliteit, ik zeg maar iets, of betonmengsel, zodat we weten hoeveel hebben we nodig in ons gebouw van alle verschillende delen. Wat even uitgebreider over storten, omdat die storten wel nog een aantal keren gaan voorkomen in de volgende verhalen. We hebben nu een betonnen gebouw gemaakt. Uiteraard moeten we dat ook kunnen wapenen. Niet elke aannemer zal uiteraard de wapening zelf tekenen, maar vaak moeten we wel eens iets zelf uittekenen. En is het heel vaak handig om dat in 3D gezien te hebben. Dikwijls de complexere vormen is het handig. Zoals ik de projecten die ik vroeger ook meegedaan heb, willen we soms echt wel de wapening in 3D kunnen zien. Misschien voor een eenvoudig project als dit natuurlijk niet. Maar het is zeker en vast wel een van de sterke punten van Tekla. We hebben daarvoor 3 manieren. We hebben daar de manuele manier voor. Dat is de manier die ik nu toon, dat we echt de staafvormen gaan tonen. De staafvormen hebben bijvoorbeeld een spreidingsgebied. Kijk, ik wil van daar tot daar wapening. Dat is natuurlijk ook veel te kort wat ik nu aanklik. Maar geen problemen, vertrekken dan op zich dat laatste puntje gewoon. We zouden ook ineens tot van achter kunnen klikken. Ik doe maar gewoon de mogelijkheden. Dus dit is de eerste manier, de manuele manier noemt dat. Maar we zien, ik doe het nu heel stapsgewijs, niet te veel in één keer ook, om aan te duiden wat er de verschillende instellingen ook zijn. Dus we kunnen spreidingsgebieden, staafvormen, verdelingen met verschillende waar met juiste variabele maat zitten. Alle 150 bijvoorbeeld. Ik wil nu bijvoorbeeld niet dat dat een diameter 12 is, maar een diameter 10. Al die zaken kunnen we echt wel gaan instellen. Ik doe het in heel stapsgewijs. We kunnen uiteraard veel vereenvoudigen. Veel vereenvoudigen met een soort standaard instelling. Bijvoorbeeld ook ja, de haakjes daaraan. Maar dan gaan we zien dat het misgaat. Van kijk, veel te lange haken. Dat is omdat Tekla redeneert op het feit dat dat lengtestaven zijn in dit geval. Ook dat kunnen we dat weer gaan aanpassen in onze wapeningen databank. Waarin dat de buigstralen en de lengtes voor gedefinieerd zijn bijvoorbeeld. Voilà. Dat lijkt al iets beter op wat dat moet zijn. De meest manuele manier wat ik hier nu aantoon, is uiteraard de meest arbeidsintensieve manier. En dat is uiteraard niet hoe dat we zo'n heel model gaan wapenen. Dat is absoluut niet de bedoeling, maar in onze opleidingen, mensen die de opleidingen van de beton hebben gevolgd, die gaan ook wel merken dat de manier waarop dat wij lesgeven of Tekla aanleren, is eerst leer het manueel en dan achteraf kunnen we het gaan automatiseren, omdat dat wel de basis legt. Hierna ga ik de componenten tonen. De componenten kunnen 99% van de gevallen wel iets oplossen, maar af en toe moeten we manueel iets bijwapenen, uiteraard. Maar het kan zeker en vast, afhankelijk van wat er nodig is. Bijvoorbeeld de haken ook aanpassen. Geen haak van standaard haak, maar een haak van 300 aan weerskanten. Voilà. Ja, zo'n balk natuurlijk. Ja, we zien hier ook dat die dekkingen moeten we nog gaan aanpassen. Om dat juist te gaan krijgen, dat die wapening mooi in die beugels ligt en niet clasht met zichzelf natuurlijk. Dat is een manuele manier van wapening. Als we nu zo'n heel gebouw zouden moeten gaan wapenen, dan zijn we natuurlijk wel even bezig. Dat kan zeker niet de bedoeling zijn. Daarom hebben we binnen Tekla, als ik die balk even isoleer, hebben we natuurlijk heel sterke componenten in zitten. Die componenten die gaan ons helpen met die wapeningen. Die gaan natuurlijk parametrisch maken en ook aanpasbaar aan de geometrie. Ik heb dat nu niet echt getoond, maar moest die balk die ik nu ga wapenen van grootte veranderen, hoger, breder, die krijgt ineens een I-vormig profiel of die wordt een soort dakligger dat zijn bovenkant schuin loopt. Die componenten houden daarmee rekening en die gaan daar ook in meedenken. Dus die gaan zich daar ook in aanpassen. Een hele hoop instellingen die we kunnen doen, allemaal in te stellen volgens ieders wensen, hoe dat we balken standaard wapenen. Veel mensen zeggen, ik wil standaard een balk in een appartement, bijvoorbeeld 2 diameters 12 onderaan, 2 diameters 10 bovenaan en 8 alle 15 qua beugels. Kunnen we allemaal instellen in die componenten en veel meer mee. Over die componenten alleen al zou ik al een aparte webinar kunnen geven. Ik moet het vrij beknopt houden helaas, maar weet dat er heel veel mee kan binnen die componenten. Bijvoorbeeld hier heb ik nu de beugels aangepast, de diameters, en merk ook op dat uiteraard de betondekkingen automatisch hebben aangepast, omdat hij weet dat er andere wapening in de weg zit. Als ik nu bijvoorbeeld eens een andere balk zou tekenen om die aanpasbaarheid even te tonen, nee, ik zou hem bij wijze van voorbeeld iets hoger maken. En ik zou daar zo'n soort neus uitsnijden, even mijn eenvoudige polygoon dat ik nu even uitsnij. Voilà. Als we dat manueel zouden wapenen, dan zouden we er wel even over doen. Nu, balk met oplegneuzen, dat is een standaard instellingen die wij binnen ConstruSoft gemaakt hebben. We passen die toe.
We gooien als het ware gewoon die component op de balk met twee klikken en de wapening zit er automatisch in. En vanaf nu kunnen we beginnen fine-tunen. Kunnen we zeggen, oké, ik moet een die diametertjes zijn bijvoorbeeld. Nu, niet alleen balken heb ik nu getoond, ook voor kolommen hebben we een component, kolommen die ineens de beugels met variabele passen, eurocode zegt voor de mensen die iets van berekeningsachtergrond hebben, bovenaan en onderaan moeten ze iets korter op elkaar zitten, die beugelstandaard. Hij weet dat, hij houdt daar dan ook wel rekening mee met die afstand. Staafverlenging bovenaan met haken, schuine verjongingen, beugels met variabele pas, spekhaken, allemaal mogelijk binnen die ene component. Niet alleen voor rechthoekige kolommen, ook voor ronde kolommen. Iedereen dat ik dit toon is, beeld je even in dat dit een funderingspaal was. Dan kunnen we dat zo uitvoeren, inderdaad. Maar in een funderingspaal wordt vaak spiraalwapening gebruikt. Ook hier is dat eigenlijk vrij eenvoudig aan te passen. Dus hier krijgen we spiraalwapening met een variabele spoed bovenaan en onderaan. Dus zo kunnen we zelfs heel snel funderingspalen wapenen, bijvoorbeeld. Ook de platen kunnen we doen met een netarray. Dus dat is niet zomaar één groot net over de plaat. We kunnen hier echt op basis van netten wapenen. We zien die blauwe en oranjeachtige kleur verschijnen. Dat zijn dus echt de individuele netten met de nodige overlappen, hoe dat in zijn licht. En Tekla heeft een heel uitgebreide wapeningsnettenbibliotheek, waarbij dat we uiteraard ook onze eigen custom netten dan zouden kunnen gaan definiëren. Ook hier moest er een gat komen in die plaat. Gaan de netten worden uitgesneden. Van die netten kunnen we dan ook weer een export gaan maken, zodat de wapeningsleverancier weet hoe dat hij de netten op voorhand moet knippen. Of we zeggen tegen Tekla, nee kijk, laat de netten maar gewoon doorlopen, we snijden ze op de werf wel, geen enkel probleem. Dat is allemaal mogelijk binnen Tekla. Laatste onderdeeltje van de wapening zijn de stavensets. Stavensets, dus we hebben die drie manieren van wapenen, de manuele, de componenten en dit is het derde, dat zijn de stavensets. Zien we dat die heel intelligent zijn en dat die echt kunnen kijken naar de geometrie van ons beton. We zien hier die schuine kant, waar dan ons muis ook bewegen, zien we dat we altijd wel ergens een vorm vinden. En het tast echt wel, als het ware, de geometrie af van de buitenzijde van ons betonelement. Nu, het sterke van stavensets is dat die ook werken in de storten. Dus hier houdt hij echt rekening met hoe lopen mijn storten. En ook hier weer zien we dat de doorsnede van die balk ook mee geselecteerd wordt. En die openingen houdt hij ook rekening mee hier in dit geval. Ook bij de wanden, horizontaal, verticaal, kunnen we allemaal gaan kiezen. Dus vandaar het belang van die storten. Ook hier komen die weer, steken die weer de kop op en zijn die weer van belang. Ik ga nu als voorbeeld die plaat even wapenen met een stavenset. Bijvoorbeeld hier klikken we gewoon in. Bovenzijde wil ik alleen maar wapenen. We zouden alle vierde zijden kunnen wapenen. En automatisch zien we dat hij rekening heeft gehouden met de vorm van die stort. Dus niet alleen die insprong, maar ook die schuine zijde aan de andere kant. Dan kunnen we dat in twee richtingen uiteraard gaan doen. Stel dat we gewoon met losse staven zouden willen gaan wapenen in plaats van met netten. Als we nu op inzoomen, zien we ook automatisch dat hij weet, oké, hier ligt al een andere stavenset, hier ligt al een andere set. Dus ik moet nu wel mijn dekking gaan aanpassen. Voor de duidelijkheid even van diameter van kleur veranderen. We kunnen hier ook nu gaan mee beginnen spelen. We kunnen nu zeggen, nee, kijk, ik wil toch mijn wapening in mijn andere richting. Dikwijls bij wanden hebben we de horizontale wapening aan de buitenzijde liggen. Dan moeten we natuurlijk snel kunnen aanpassen, moest het verkeerd in de verkeerde volgorde hebben ingeklikt. Een andere ambetantigheid die we op de werf tegen kunnen komen, bijvoorbeeld hier, als we deze even verwijderen, zijn die schuine kanten. Dat wil zeggen dat elke staaf een andere lengte heeft. Ja, die komen allemaal met een apart nummertje op plan, met een apart nummertje toe op de werf of als bundel, moeten die gaan sorteren. Ideaal is dat zeker en vast niet. Dus hier in Tekla zit er een soort stapsverloop. Oh, dat was een beetje te snel. Wacht, ik ben even te ver gesprongen. Ja, hier zat ongeveer. Hè. Dus we zien dat stapsverloop. We kunnen zeggen tegen Tekla, kijk, ik kom mijn staven groeperen per lengte van 100 mm, per lengte van 500 mm, maar we zien ook, ja, hier ontstaan zo van die lege driehoeken per 1000 mm, dat gaat wel ver, of per aantal staven. Ik wil groepjes van bijvoorbeeld 10 staven. Voilà, wijzigen. Nu, die driehoeken, de stabiliteitsingenieur gaat daar niet zo blij mee zijn, maar toch willen we wel die stapsgewijze verdeling van staven. Daarvoor heeft Tekla bijvoorbeeld een splitser. Op het moment dat we die splitser inklikken, zien we als we inzoomen, normaal gezien ga ik dadelijk inzoomen. Voilà. Zien we daar een soort trapeziumvormige vorm verschijnen. Wat heeft hij nu gedaan? Als we aan de overkant gaan kijken, zien we dat hij terug die staven mooi gelegd heeft met de schuine zijde. Maar hij heeft eigenlijk de overlengte heeft hij niet opgenomen in die splitser. Die splitser weet, oké, dit zijn staven met een tapse vorm. Dus ik moet met andere woorden die overlengte in die splitser steken.
Nu, die splitser kan uiteraard meer dan alleen maar die tapse vorm. We kunnen daar ook een aantal opties aan gaan toekennen. Dus die splitser is eigenlijk een soort lijn die we trekken over onze stavenset heen. En alle staven die die lijn snijden, die krijgen de eigenschap die aan die splitser hangt. Zo moet de werkende stavenset eigenlijk. Nu, in dit geval zien we bijvoorbeeld dat de splitser... We kunnen niet zeggen dat dat elke staaf moet zijn, maar 1 op de 2 staven, 1 op de 3 of 1 op de 4 staven kunnen we ook zeggen. We kunnen zeggen dat dat niet links moet zijn, maar bijvoorbeeld een overlap aan de rechterkant. Of in het midden uitgelijnd kan uiteraard ook. Nu in de eurocode zeggen ze ook bij beton, ja kijk, je mag die overlappen niet 100% in dezelfde sectie houden. Je moet daar een soort spreiding over doen. Jullie kunnen zeggen, kijk, we moeten eigenlijk het soort laten verspringen. Dat is iets duidelijker als we het één op één zetten uiteraard. Dat echt elke staaf verspringt qua overlapping. Zodat manueel of met manueel zouden moeten gaan doen, ja, of echt in een standaard AutoCAD pakket zouden moeten gaan tekenen, ja, dan zouden we er wel veel tijd aan verliezen. Hier kunnen we ook zeggen dat ze niet moeten overlappen, maar echt knikken. Dan krijgen we die typische bajonetvormige wapening. Dat wordt wel nog eens gebruikt. Liggen ze niet naast elkaar, maar op elkaar. Als we weinig plaats hebben, is dat bijvoorbeeld de manier waarop we het zouden kunnen gaan doen. En niet alleen rechte staven kunnen we daarmee maken. Als heel snel voorbeeld kunnen we zeggen, ik wil hier bijvoorbeeld een kopspeld steken in die wand. Klik ik mijn drie wanden aan, maar die spelden zijn uiteraard veel te lang. Dat zijn geen spelden, dat zijn U-vormige staven natuurlijk. Zeggen we geen splitser in dit geval, maar het einddetail werkt op een analoge manier als die splitser. We zeggen gewoon tegen alle staven die die lijn snijden. Kijk, jullie zijn vanaf nu niet tot beneden, maar we zeggen in die eigenschappen, waarschijnlijk kan ik twee kanten toevoegen, voilà. We zeggen nu tegen die stavenset, kijk, jullie zijn nu niet tot beneden, maar jullie zijn vanaf daar een beenlengte van 400 mm. En zo kunnen we die sets aanpakken. Moest het nodig zijn, kunnen we daar een haak aan zetten. In dit geval is dat vrij ridicul om daar een haak aan te gaan zetten. Maar ik toon maar even de opties die mogelijk zijn. Zal nog zijn aan de bodem van een funderingsplaat of een opstaande balk bijvoorbeeld. Zou dat misschien nog handig zijn. Nu, die lopen ook tot vanachter, maar daar waar die plaat stopt, begint, willen we dat bijvoorbeeld niet. Dan kunnen we heel eenvoudig kunnen we die lijn vertrekken en zien we dat hij mooi nu wapent vanaf het begin van de plaat, van de wand tot eigenlijk waar de plaat start. Een allerlaatste voorbeeldje van wat kan een stavenset om de vlotheid en de gemakkelijkheid van stavensets even te tonen, is een heel vaak voorkomend detail. Onderaan een kelderplaat bijvoorbeeld, waar een kelderwand aansluit op een kelderplaat. We zitten standaard met die L-vormige staven. We kunnen dat gewoon beginnen verslepen. Hè. We zien hier bijvoorbeeld dat ik die lijn vastpak naar beneden sleep. Dat we die nu opzij gaan trekken om die L-vorm te maken. We kunnen daar uiteraard de afstand nog aan opgeven. Dit is wat te kort voor een overlap, denk ik. Hier bovenaan zouden we die L-staven moeten laten overlappen. Ook hier kiezen we voor een splitser. Die staat nog op knikken van die vorige actie die ik gedaan had binnen de plaat. Overlappen valt de richting, heel eenvoudig aan te passen. We gaan niet overlappen rechts, we gaan overlappen links. Overlaplengte misschien iets te kort voor een diameter 12. Laten we zeggen vuistregel 60 keer de diameter. Wat gaan we dan pakken? Geen 400, maar bijvoorbeeld 720 voor een diameter 12. Kiezen we dan bijvoorbeeld, omdat ons buitmoment hoger op iets kleiner is, kiezen we dan bijvoorbeeld voor een kleinere staafdiameter, passen we daar nu geen splitser of een einddetail op toe, maar in dit geval gewoon een eigenschap aanpassen. Nu, al die staven blijven aan één stavenset en zijn nog altijd gekoppeld aan elkaar. Dan moesten we daar de geometrie van aanpassen. Ook extra dekkingen geven, selecteren we een beenvlak, zeggen we hier wil ik een extra dekking van 15 mm op ten opzichte van de standaarddekking en nu zit daar een dekking op van 40, omdat dat bijvoorbeeld de buitenzijde van de wand is. Dus heel eenvoudig, op een heel snelle manier, ik weet niet hoe lang het filmpje duurde, een minuut denk ik, heel snel de wapening gemaakt op de juiste manier. Deeltje 4, en dan zijn we er al bijna denk ik, is bekistingsoppervlaktes. Bekistingsoppervlaktes, ik heb zoals ik in de introductie ook gezegd heb, ik zou bij een aannemersbedrijf gewerkt. Ik kreeg heel vaak wel de vraag van, ja, we hebben hier nu een BIM-model binnengekregen, een IFC-model misschien zelfs, maar ja, we zullen daar wel de bekistingsoppervlakte van moeten doen. Hè. De mensen in aanbestedingen, we hebben het project nog niet binnen, ja, dat is wel een heel logische vraag uiteraard. Nu, binnen Tekla hebben we daar twee tooltjes voor. Ik moet zeggen dat ik wel trots ben dat we die tooltjes hebben. Dat zijn relatief kleine tooltjes, maar enorm krachtige tooltjes. Ik heb ze nu bij mijzelf aan de rechterkant onder een groepje bekistingsoppervlaktes gezet. Daar gaan ze bij jullie niet staan, uiteraard, als jullie Tekla openen. Bekistingsoppervlakte en stortzijdemaker noemen ze. Dus als jullie daarop zoeken, gaan jullie ze wel vinden. De eerste toon ik, de bekistingsoppervlakte, die doet het van één onderdeel.
bijvoorbeeld, als we dat zouden moeten weten, hoeveel bekistingsoppervlakte. En die geeft eigenlijk aan de zijden, de onderzijde, de openingen, de bovenzijde heb ik gezegd van je moet geen creëren, wat logisch is, want we hebben een bekistingsoppervlakte. Met één klik eigenlijk plaatsen we daar de nodige oppervlakten op het beton volgens bepaalde kleurtjes. En het is ook wel slim genoeg om te weten als er een balk zit of een kolom zit, dat we daar geen bekistingsoppervlakte nodig hebben. Ook waar dat die wanden, als we die wanden verbergen, zien we aan de onderzijde dat hij daar dus geen rood heeft getekend. Ook die gele zijde is weg. Dus hij is slim genoeg om te weten, kijk, ik moet het niet gaan bekisten, dus ik moet het niet meerekenen. En ook hier weer de heel logische vraag, allemaal goed en wel Peter, maar hoeveel vierkante meter is dat nu? Want ik moet weten hoeveel moet ik in mijn meetstaat gaan zetten om te rekenen met mijn bekistingsoppervlakte. Dus ik heb hier nu in de organisator weer een preset gemaakt. Ik selecteer de juiste panelen en automatisch komt daar de juiste oppervlaktes uitgesplitst eventueel per paneel van de onderzijde, de zijkanten of de openingen bijvoorbeeld. Dus op een heel eenvoudige manier heb ik nu de bekistings eruit gehaald. Nu, dit is voor één onderdeel. Hetzelfde kunnen we gaan doen voor een heel gebouw. Een heel gebouw. Ik denk dat ik nog het vorige filmpje zit. Ja, deze is het. Als ik het voor een heel gebouw doe, ja, dan is het natuurlijk vrij snel logisch dat ik naar het stortvenster ga. Ik ga even heel mijn betonnen gebouw als een één stort zien. Zo zouden we het kunnen opdelen per verdieping of per blok. Zouden we ook nog kunnen gaan opdelen. Ik zag hier dat mijn wand nog niet toegekend was aan de stort, omdat hij op een verkeerde stortfase staat. En nu zien we dat alles één stort is. En in het midden heb ik een stortnaad voorzien binnen mijn stort. Eigenlijk bijna de analoge tool, dus zowat de grote bloer, laat ik hier niet op los. En nu zien we eigenlijk dat hij ook... dat hij dus een pore break op de voeg tussen de twee storten heeft en nu ook bekisting toegedaan. Maar ineens voor heel de stort, dus redeneer, dit zou eigenlijk één blok kunnen zijn van een gebouw. Ook hier spring ik weer naar de organisator met dezelfde preset. Ik selecteer mijn oppervlakte en ik heb direct mijn oppervlakte van mijn bekisting die ik nodig heb. Een hele sterke tool, niet om op tech laten stoeven, een klein beetje wel uiteraard, maar dat is een hele sterke. Ik heb in mijn verleden gezien dat soms het anders gebeurt met oppervlakte toekennen binnen bepaalde families, etc. Vrij omslachtige manier. Ik ben eigenlijk trots dat ik deze tooltjes kan tonen, want ze geven op een heel eenvoudige manier wel goede resultaten. Voor aanbestedingen. Nu, ik zei het voor aanbestedingen, eens we dan het project binnen hebben, wordt er vaak bekisting zelf uitgetekend door de aannemers. Echt, bekisting tekenen is een soort métier apart. Dat vergt wel wat kennis en dat is meer dan gewoon object stapelen. Andere BIM-pakketten gaan gewoon de blokjes inladen en gaan maar aan de slag met de blokkendoos. Maar het is veel complexer dan dat. Zo'n bekistingspaneel hangt aan alle objecten samen. Er zitten pinnen door, schoren door, die hechten ook op bepaalde punten aan elkaar. Dat is niet zomaar één op één te zeggen, stapelt maar blokjes, want dan gaat het gegarandeerd misgaan. Dan is het op verschillende soorten vlakken niet goed. Nu, ik ben eigenlijk blij dat ik deze webinar mocht geven, die voor de aannemerij. En ik ben ook heel blij dat ik daarbij de bekistingstools mag tonen. De bekistingstools zijn de nieuwe toevoegingen binnen Tekla van 2020. Ik denk voor iedereen interessant om te kijken van wat zijn de nieuwe ontwikkelingen, vooral mensen die bij bekisting bezig zijn, echt wel een soort... Vind ik het binnen het betongebeuren wel het nieuwe pronkpaardje van Tekla. En dit is eigenlijk de eerste publieke demo die wordt gegeven voor de bekistingstools, althans binnen ConstruSoft, zover ik weet. Dus jullie zijn de eerste gelukkigen die het mogen zien. Ik ga erom iets dieper op in dan bij de andere zaken. Gewoon om de workflow uit te leggen. Wat kan het niet? Zeker niet met het idee van jullie kunnen hier nu mee aan de slag. Moest het jullie interesseren, contacteer ons dan zeker even. Dan kunnen we echt iets demonstreren. Maar echt meer om te tonen van wat zit er nu juist in. Dat meer is dan gewoon een componentje openklikken, klik en het komt er wel uit. Echt iets meer, iets in detail, er is iets doorlopen. Ik hoop dat ik er denk iets van een 7 à 10 minuutjes aan nog kan... spenderen om dat te doen. Goed, de mensen die zijn opgestart in 2020, vanaf dan zitten ze er standaard in. Daarvoor was het een aparte download op de Tekla Warehouse. Nu, Tekla heeft sinds 2020 beslist, oké, die bekisting is zo'n wezenlijk onderdeel van het betongebeuren dat we die er echt al moeten gaan insteken. Dus sinds 2020 hebben de mensen die in de contractor de cast-in-place-rol opstarten, of uiteraard de oude rol, dan hebben we alles, hebben van boven een nieuw tabbladje gezien, bekisting, en daar zitten twee componenten in, voor de wanden en voor de platen. Ik ga me vandaag focussen op de wanden. Reden daarvoor is dat de wanden iets complexer zijn, er hebben iets meer onderdelen aan. Dat is enerzijds mooier om te tonen als demo uiteraard, maar anderzijds ook wel
dat toont ook wel de kracht van die componenten beter dan die van de platen. Maar klik hem zeker eens open, het is ook een heel krachtige tool, die van de platen. Als we van boven kijken, vinden we ze terug, ofwel binnen applicaties en componenten. Als we daar bekisting in typen, vinden we ze ook allemaal terug, ook alle subcomponenten. Goed, als we die tool openen, dan zien we eigenlijk de manier waarop dat we die panelen kunnen maken. Panelen zijn wat de drager van heel het bekistingssysteem. Dat zijn de grootste onderdelen uiteraard. Nu, we zien van boven dat we daar bekistingsleverancier en productfamilie staan hebben. Er staan nu supplier X en productfamilie Heavy. Uiteraard in de Belgische markt vooral, denk ik. Ik denk ook in Nederland is Speri, Doka en Manto. Dat zal misschien meer iets voor België zijn. Er zijn bijvoorbeeld al een aantal spelers. Ik zal er ongetwijfeld wel nog vergeten. Nu, voor een demo gaan we zeker geen zetten van een bepaalde leverancier. Nu, weet dat die families en die bekistingsleveranciers dat die ook wel beschikbaar zijn, dat die configuratiefiles beschikbaar zijn of in de maak zijn. Ze zijn daar zeker ook mee bezig. Wat jullie dus vandaag gaan zien zijn de standaard instellingen die Tekla erin gestoken heeft als bewijzen van voorbeeld. Die zitten er ook standaard in, dus jullie kunnen daar automatisch mee aan de slag. Dus eigenlijk een beetje een nabootsen wat ik hier bijvoorbeeld doe om eens mee te klikken. Wat zien we daar? We kiezen ons grootste paneel dat we willen gebruiken als we ons paneel in klikken. In dit geval 1000. En we kunnen ook zeggen welke panelen mogen we bijvoorbeeld niet gaan gebruiken, omdat die niet meer in voorraad zijn. Als we nu nieuwe invoegen klikken, dan zien we direct iets verschijnen. En we zien mensen die de vloeropmaak kennen en de wandopmaak, ze die blauwe omleiding. Dat is wat de direct manipulation binnen Tekla noemt. We zien al direct een soort preview van wat het gaat worden. En let vooral op de middenzone. Ik zoom hier iets dieper in. De middenzone is een soort paspaneel met een voeg tussen. Dus hij heeft eigenlijk het grootste paneel proberen plaatsen. Maar ja, 99% van de gevallen gaat dat nooit uitkomen met de lengte die we moeten bekisten. Dus we moeten daar paspanelen en vullers tussen tussen gaan steken. Nu, zo één wandje van 2,50 meter hoog met een paneel van 2,70 meter is leuk, maar wanneer als we een hogere wand moeten gaan maken, deze wand, ik weet niet meer van buiten, het is, ik meet hier 6 meter hoog, denk ik. Ja, voilà. 6 meter hoog met één paneeltje gaat dat niet. We zouden dan meerdere panelen op elkaar kunnen gaan klikken, maar dan zijn we weer blokken aan het stapelen. Dat willen we niet doen. We willen met intelligente tools werken, niet zomaar blokken stapelen. Wat kunnen we hier zeggen? Oké, kijk, we kunnen nu ook kiezen in Tekla van stapelt ze maar op elkaar en zet ze recht op elkaar. Of de tweede optie is je mag die paneel en ook draaien om een soort oplossing te vinden. Ik zeg tegen Tekla, jij moet 6 meter bekisten en nu ben ik eigenlijk direct terug aan de slag zoals ik net aan de slag was. Voilà. En let nu vooral op dat hij dus twee volle panelen op elkaar gezet heeft met een kleiner paneel bovenaan. Als ik nu die bekistingshoogte zou aanpassen naar 5800 om een of andere reden, zien we dat het bovenste paneel verkleint, omdat hij een kleiner paneel vindt die aan die voorwaarden van 5,80 meter voldoet. Voilà. Nu, rechte wanden zonder hoeken en kanten, dat is altijd wel mooi, maar ja, dat hebben we nooit. Hè. We hebben op zijn minst 4 buren, dat zijn op zijn minst ook 4 hoeken. En daar heb ik het nog niet over inspringende kolommen, pilasters, wanden die plots eindigen. Dus daarvoor heeft Tekla eigenlijk ook de binnen de bekistingstools een aantal oplossingen voor. Die oplossingen die hierin zitten, merk op dat dat echt wel de oplossingen zijn die Tekla er zelf heeft ingestoken. Dus die zijn ook volledig te configureren volgens het bekistingssysteem dat jullie hebben. Hij herkent hier standaard 8, heeft de mogelijkheid om 8 soorten voorwaarden, noemt dat dan in Tekla, te definiëren of te herkennen. Bijvoorbeeld uiteinden, L-hoeken, kruisen, pilasters zo, en die je in een parking bijvoorbeeld wel vindt aan de snuit van de wagens, van die pilasters die eruit steken. Al die zaken kan Tekla herkennen binnen de bekistingstools. En daar dan ook voorgedefinieerde sets van items op plaatsen volgens de vorm van uw bijvoorbeeld een kolom, een eind. Maar als we naar hier gaan, ja, dat is helemaal geen T-stuk dat hij daar herkent. Hij herkent daar een einde, hoe dat ik mijn muis ook beweeg. En ook hier, ja, het lukt niet. Hij vindt daar precies niet echt het juiste element voor. Waarom is dat natuurlijk? We zijn op objectniveau aan het werken. En zoals ik er straks al zei, in het deel van storten, die storten zijn echt belangrijk. Als we die stavensets gebruiken, hij herkent echt de vorm van die storten. En elke zit een heel logische stap dan ook om bij bekisting in de stap te zetten naar de storten. We bekisten ook altijd een stort, niet zomaar een object. Vandaar dat dat hier ook zoveel van belang is. Hier die uiteinden zien we echt dat hij nu wel die kruisen herkent, dat uiteinde, hier die pilaster herkent hij, hier het uiteinde en ook uiteraard die hoek die we hier doen en ook de kolom. Ik kan er nu eens in klikken, merk op dat dit standaard instellingen zijn die hij bij dat supplier X-merk heeft toegepast.
Dus we zien als we hierin klikken dat hij een soort standaard oplossingen toepast, maar die zijn allemaal te configureren met items en panelen die we zelf in onze eigen bibliotheek zitten hebben. Alleen met we bedoel ik jullie als aannemers, jullie hebben jullie eigen bibliotheek van items bijvoorbeeld of een eigen inventaris van allemaal materiaal. Nu ga ik hier voor de volledigheid dit stukje wand, dit else-vormig stukje wand, iets volledig tussen aanhalingstekens proberen wapenen. En ik ben zeker geen bekistingsexpert, dus dat gaat zeker niet technisch in orde zijn. Ik kies bijvoorbeeld een vrij groot paneel om te doen. Voilà. Nu begin ik dus. En nu zien we ook, als ik tot daar ga, nu had ik enorm veel geluk. Dat was eigenlijk niet echt voorbereid, maar de wand was echt perfect een veelvoud van 1500. Nu, we zien al aan de achterkant dat we daar nog niet toe komen, dus we gaan zometeen dan nog een probleem krijgen met onze lengtes. We voegen nog een voorwaarde toe op de kop uiteraard, die hebben we nog niet toegevoegd. Voilà, en nu gaan we terug verder met onze panelen plaatsen. Misschien in dit geval panelen van een meter zijn genoeg. We zien ook hier, als we tot op het einde ons paneel plaatsen, zien we hier dat hij in het midden terug een passtuk heeft gebruikt. Hier blijkbaar nog geen fillers nodig had. Het is nu een passtuk van bijvoorbeeld 70 centimeter. Nu aan de achterzijde zitten we dan nog met een gat. Dat maken we best al ook dicht, denk ik. Nu moeten we natuurlijk op niet tweezijdig bekisten, we moeten dat eenzijdig kunnen bekisten. Dus als ik het gewoon inklik en ik meet eerst iets wat ik nodig heb, dan zien we dat ik hier bijvoorbeeld een lengte nodig heb van, ik zeg maar iets, denk iets van een 46 centimeter. Dus ik kies hier een paneel van 40 centimeter om te gaan bekisten. Dus ik kies bijvoorbeeld één paneel. Voilà. Nu zien we natuurlijk, ja, die klemmen, die clashen daar, dat is omdat ik mijn paneel moet opschuiven. Maar ik heb hier een fout gemaakt, ik heb tweezijdig bekist. Uiteraard eenvoudig te wijzen, maar eenzijdig te bekisten. Ook voor kelderwanden die eenzijdig bekist moeten worden, uiteraard ook geen probleem. En die vullocatie heb ik nu ook veranderd naar eerste. Eerste wil zijn, je moet de vullocatie in het begin steken van waar ik geklikt heb. In dit geval moet het, ik begin daar, dus moet de vullocatie op laatste staan. Dus hier is het ook fout, moet ik het op laatste zetten. Voilà. Trouwens, niet vergeten de vullers daar terug tussen te steken. Die vullers ook hebben standaard diktes die je kan combineren. Ik denk dat de dikste vuller in de standaard configuratie iets van een 10 centimeter is, tot aan een millimeter dikte. En die zal je dan altijd proberen samen duwen totdat hij de nodige dikte het gat heeft opgevuld. Nu, dat we dat natuurlijk zo doen momenteel, ja, die panelen die blijven niet staan. Als het iets waait of we storten daar betonnen, liggen ze direct beneden. Dus er ontbreken nog een gevoelig aantal onderdelen. Bijvoorbeeld de spanstaven. Die spanstaven, die typische ankers die door beton gaan, die we zien als bij een ter plaatse gestorte wand. Zo die gatjes achteraf met die konische stukjes in. Ook die kunnen we toevoegen. En merk op, ik heb hier nu een enkelvoudige spanstaaf geselecteerd. Hij kent een aantal pickpoints op die panelen. En merk op dat ik dus straks gezegd heb, we gaan niet zomaar blokjes stapelen, we gaan intelligent omgaan met die items en met die panelen. Dus hij weet waar op die panelen zitten die gaten voor die ankers door te steken. Ook op een kleiner paneel weten dat in dit geval dat echt wel kan. Dus die zijn voorgedefinieerd. Ook die klemmen kunnen we zeggen, oké, die klemmen pakken we op een bepaald paneel. We zien dat ze uiteraard niet clashen met de spanstaven. Voilà, daar bijvoorbeeld zitten we nu die klemmen ook op voorgedefinieerde locaties. Niet alleen horizontaal, maar ook verticaal. Als we dat moeten toevoegen voor zo'n hele wand, is er uiteraard een iets snellere manier voor aangeselecteerde toevoegen. En nu kan ik kiezen voor de klemmen aan weerskanten, verdeelbalken, spanstaven, etc. in één keer toe te voegen. Ik kies in dit voorbeeld enkel voor de klemmen, omdat er anders al te veel op het scherm ineens verspringt. Voor de demo toont dit wel genoeg, denk ik, van wat dan mogelijk is. Voilà, dus nu zijn alle klemmen gemaakt. Maar we zien uiteraard in het midden moeten we dan nog een klein beetje manueel op kruiswerk doen, want hij heeft geen rekening gehouden met die voeg. Nou, voilà. Ook hier weer ben ik blijkbaar de vuller vergeten. Steek de vuller er gewoon tussen. Twee panelen selecteren. Tussen welke twee panelen willen we het? Dat paneel en dat paneel. En nu moet hij tot boven lopen, dus ik zeg tegen de vuller, oké, jij mag verlengen in beide richtingen, moest het nodig zijn, dus je mag tot boven lopen. Voilà.
Nu niet alleen die klemmen, ook die verdeelbalken krijgen pickpoints en die kunnen we van paneel naar paneel trekken. In horizontale richting bijvoorbeeld, van daar naar daar, ook in verticale richting, van daar naar daar, maar eigenlijk ook diagonaal, als we maar twee pickpoints verbinden. Ook die pickpoints kent hij op zijn panelen, weet hij dat hij ze moet instellen en zijn instelbaar. Windverbanden noemt het hier, is misschien een beetje een slechte vertaling in het Nederlands. Ik denk dat schoren een iets gebruikelijker is. Ook hier vullen we weer een standaard in. Maar we zien, ik heb hier eigenlijk iets tot van boven geklikt. Hij probeert die sowieso tot beneden te trekken. Dus hij weet ook waar dat de grond is. Hij gaat die niet zomaar plaatsen, dat paneel. Maar hier zegt hij eigenlijk op deze manier, kijk, ik heb geen lang genoeg schoor gevonden om dit te schoren. Hier gaan we met bekistings... kennis waarschijnlijk een andere oplossing voor moeten voorzien om dat zo hoog te gaan stutten. Of we kunnen andere lengtes gaan definiëren bijvoorbeeld. Als we een enkelvoudige windverband toevoegen of enkelvoudige schoor, zien we al een hele hoop pickpoints krijgen. Ook die zijn weer instelbaar. Maar hij kent waar kan ik mijn klem zetten van mijn schoor. Merk ook op dat die schoren niet zomaar een L-vormig zijn. Dat dat echt wel de schoren zijn met alle elementen die nodig zijn voor de schoren. En dat is belangrijk voor Cephus. De voet die we op de beton gaan schieten, de klem op de twee klemmen op de panelen, de twee verlengstukken en zelfs de pinnetjes die onderaan staan, die horen er eigenlijk bij het bekistingsmateriaal uiteraard. En dat moet ook zo op de werf komen. Nu hebben we ook dikwijls nog nodig om op te lopen boven als we aan het storten zijn of als we willen gaan ons beton trillen bovenaan. Kunnen we nog een stortplatform toekennen waar we op kunnen gaan lopen. Dit is nu niet echt volgens de veiligheidsnormen. Maar het toont wel goed wat de mogelijkheden zijn van zo'n platform. Wat we ook in Tekla kunnen doen is die bekisting echt toekennen aan een bepaalde stort. Wat ik hier toon, dus er zit een optie in aan het storteenheid toevoegen binnen bekistingstools. En hier kunnen we echt zeggen, oké, kijk, voeg het hier aan toe. Voilà. En nu weet Tekla, al die bekisting hoort bij die stort. Voor wat zouden we dat kunnen gaan gebruiken? Want nu kunnen we hoeveelheden gaan trekken per stort bijvoorbeeld. Kunnen we gaan vergelijken, oké, welkste panelen en welkste onderdelen heb ik nodig voor stort A, B en C. En zouden we een soort logistieke flow kunnen gaan opstellen op de werf van ik heb die panelen nodig bij dat, die panelen nodig bij stort B. Welkste kan ik hergebruiken en wat moet ik eventueel laten bijkomen? Tekla kan er zeker bij helpen op deze manier. Ook kunnen we dan van die stort bijvoorbeeld de tekeningen beginnen maken, et cetera. Nu, hier komt weer die organisator even boven. Ik heb hem al twee keer hiervoor getoond. Ook hier kunnen we weer gaan gebruiken. Stuklijsten. Ja, met de hand gaan tellen, dat doen we niet. We zijn een 3D-model bezig. Met de hand tellen gaan we niet doen. Dus hier zien we eigenlijk met een eenvoudige, die zit er zelfs standaard in, bekisting. Met een eenvoudige selectie van de bekisting onderdelen. Toont hij hier mooi een lijst van wat we nodig hebben. En die lijst kunnen we uiteraard weer gaan exporteren naar Excel. Gaan koppelen aan onze ERP-systeem bijvoorbeeld. Daar kunnen we van alles mee gaan doen. Dus de hoeveelheden en de stuklijsten zijn er heel, heel, heel snel uit te halen. Daarmee ben ik door een heel snelle vaart doorheen gegaan. Dan ben ik een beetje aan het eind gekomen van mijn verhaal, mijn vier puntjes. Heb ik daarmee alles getoond? Absoluut niet. Ik denk dat ik een klein beetje een serieus stukje over tijd ben gegaan, waarvoor mijn excuses. Er zijn nog een aantal dingen die ik niet getoond heb. Ik wil volledig een beetje beeld geven wat de workflow is. De takenplanner, waarmee dat we de soorten Gantt charts kunnen gaan toevoegen. De vrachten samenstellen op basis van gewichten. Dan denk ik bijvoorbeeld, hoe kunnen we iets naar de werf transporteren? Landmeterspunten, herinner. Tekla is van Trimble, dus Trimble heeft zeker landmeetkundige ervaring. Dus we kunnen ook onze landmeterspunten exporteren naar onze toestellen. Export voor machinesturingen. Herinner in het begin heb ik gezegd, we willen bouwbare modellen maken. Dus we gaan niet zomaar een model maken dat er mooi uitziet en mooi opgedeeld. Nee, we gaan er verder in. We gaan PXML, BVBS, Unitechniek, wat dat bijvoorbeeld de machinesturingen zijn voor wapeningscentrales aan te sturen, waar we de plooimachines echt kunnen aansturen. DSTV plus Wiscom, dat is dan meer bijvoorbeeld voor lasrobotten, snijrobotten aan te sturen. Dus al die machinesturingen kunnen we rechtstreeks vanuit Tekla op onderdeelniveau echt gaan sturen. De crane capacity checker, zeker voor aannemers denk ik in een heel gemakkelijke, een heel nuttige tool, heel sterke tool ook, waarbij dat we aan de hand van onze kranen die we invoegen voor ons gebouw, hijskurves en posities, dus we weten enerzijds onze positie, we hechten daar een hijskurve aan, laat Tekla zelf maar rekenen, wat kan ik heffen en wat kan ik niet heffen. En dan kunnen we eventueel onze kranen herpositioneren tot als alles uiteraard groen is. We krijgen zo'n kleurig gradient van wat kunnen we heffen en wat kunnen we niet heffen. Een laatste puntje zijn de puntenwolken, iets wat meer en meer aan het opkomen is. Tekla 2020 heeft daar een hele sterke verbetering in aangebracht, waarbij dat we echt de weergave van de puntenwolken kunnen gaan verbeteren.
of kunnen gaan aanpassen, enerzijds dus naar densiteit en grootte van de punt, anderzijds ook naar kleuren. We kunnen kleurengradiënt in functie van bijvoorbeeld de hoogte toepassen. We kunnen ook bandbreedtes van per meter een andere kleur. Maar een van de sterkste punten is, zoals al op het fotootje misschien niet 100% zichtbaar is, als we een puntenwolk hebben en we hebben een model, bijvoorbeeld een renovatie, waar we in een bepaald gebouw of in een bepaalde kamer iets moeten gaan bijbouwen, dan kunnen we ons model laten clashen, tussen aanhalingstekens, met de puntenwolk. En dan krijgen we een soort bandbreedte rond ons model, waarbij dat hij met kleurtjes aanduidt van dit zit binnen de 5 mm van je model, dit zit binnen de 5, 10, instelbaar met kleurtjes. Hoe dicht iets tegen een model zit. Zo kunnen we bijvoorbeeld de marges gaan kijken van hoe nauw zit ik hier, hoeveel speling heb ik nog op mijn model. Andere toepassing zou kunnen zijn, ik heb een verticale wand, bijvoorbeeld een damplankenwand, gemodelleerd verticaal, en ik laat die opmeten door een landmeter voor de uitwijking te meten of op te volgen. Meten we ze op in een puntenwolk, we vergelijken het met ons verticaal model, en via een kleurenmap krijgen we de verticale afwijking. We zien waar dat ons model, bijvoorbeeld onze damplankenwand, bijvoorbeeld aan het uitbuigen is, eventueel als er een anker niet goed geplaatst zou zijn, bijvoorbeeld. Hè. Tot slot, ik denk dat ik veel getoond heb. Het was uiteraard een beetje standaard functionaliteit in een vooringesteld model. De kracht van Tekla, onthoud vooral, wij gaan van die 100 van het meest rudimentaire tot 500, waar de andere was stoppen op 300. Wij gaan echt tot op het niveau van productie en uitvoering. Dus daarmee denk ik dat Tekla een van de meest geschikte pakketten is voor aannemers. Bouwbare modellen opmaken met oog op de aannemer. Wij willen via Tekla de aannemer een toegeven dat hij met een BIM-model echt iets kan doen en niet alleen moet informatie aannemen en gewoon maar opwerken, maar echt er zelf iets aan kan hebben en er zelf iets uit kan halen via uitvoeren tekeningenlijsten. We hebben een aantal unieke tools, zoals de crane capacity checker, bekistingstools, waar ik me echt wel sterk in wil maken dat die echt wel uniek zijn en dat we er echt wel veel mee kunnen doen. Onderaan nog mijn e-mailadres, moest je nog bijkomende vragen hebben. Volgende week wordt er ook nog een webinar gegeven van bruggen en tunnels. Ik denk dat ik die ook ga geven. Ik ga me dan wel proberen te houden aan mijn tijdsbestek. Die zal iets korter zijn. De focus zal vooral op bruggen zijn. Tunnels zijn eigenlijk een beetje een soort analoog verhaal. Of ze zijn ook toepasbaar voor tunnels. Goed, John. Ik denk dat ik een beetje over tijd ben gegaan. Ja. Ik denk dat het nu tijd is voor de vragen die er eventueel gesteld zijn, te beantwoorden. Nou, gelukkig. Ik denk inderdaad ik vond zelf in ieder geval een zeer interessant verhaal. Ook zeer enthousiast. En ook blijkt wel inderdaad dat je ook veel praktijkkennis hebt. Die je ook van tijd tot tijd laat horen. Ook gewoon dingen goed weten onderbouwen. Dus wat dat betreft, ik vond het zelf een heel interessant en leerzaam verhaal. En ik denk met mij ook degene die meegeluisterd hebben. Want ja, er zijn eigenlijk, er is maar één vraag. Ja. Dus, dat is eigenlijk de volgende. Het heeft te maken eigenlijk met de wapening in combinatie met de storten. Uh-huh. En dat is eigenlijk de vraag van, is het mogelijk om een buigstraat per stort te maken? Ja, zeker en vast. Hè. Dus die storten is echt een manier waarop we vat hebben op ons model. En die wapening hangt echt aan ons betonelementen vast, dus ook aan onze stort. En via die storten, ik heb het op het einde getoond, ook van die bekistingsplaten eraan te hechten, hangt ook die wapening eraan. Dus we kunnen echt per stort buigstaten, hoeveelheden, plannen gaan maken. Dat is dus zeker en vast mogelijk. En dat is ook een van de kracht van die storten, dat we op een bepaalde andere manier, dus niet op objectniveau, maar op stortniveau, dat gaan benaderen. Oké. Ja, goed, ik denk dat we het zo moeten aanspreken. Mochten er inderdaad toch nog vragen zijn. Het e-mailadres heb je eigenlijk aangegeven. Anderzijds kunnen ze natuurlijk ook de vraag ook altijd sturen naar onze support site. Ja, als het bestaande klanten zijn. En ja, dan wil ik jou in ieder geval bedanken voor deze mooie presentatie. Ja. En ook degene die deelgenomen hebben hieraan. Mm. En hen alvast ook een fijne avond wensen. En dan gaan we het hiermee afsluiten. Bedankt, Peter. Bedankt. Goedenavond aan iedereen. Dag.